Welkom in het informatiefilmpje van de bacheloropleiding Geschiedenis aan de Universiteit Gent. Mijn naam is Arjan Zijderhoek. Ik ben docent aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. En ik ben ook de voorlichtingscoördinator van de opleiding Geschiedenis. En in dit filmpje zal ik kort uiteenzetten wat het nu eigenlijk inhoudt om geschiedenis te studeren aan een universiteit. En waarom zou je dat doen? Waar haal je nou eigenlijk mee bezig als je aan de Universiteit Gent geschiedenis studeert? En we beginnen met een citaat. I could see no other way. Hesitantly, I placed the following advertisement in London's Timeout. Wanted urgently two intrepid time travelers. Destination, ancient Rome. Qualifications, applicants should be in good health, non-smokers. At least one of the successful pair will be male. Travel experience in the third world essential. Medical or anthropological skills an advantage. Academic knowledge of ancient Roman literature, art or history an advantage. We provide round trip, choice of status, slave, merchant, appropriate retinue, language skills, Latin and Greek, impenetrable disguise and all inoculations. Zo begon de Britse historicus van de klassieke oudheid, Keith Hopkins, zijn A World Full of Gods, Pagans, Jews and Christians in the Roman Empire. Met een experimenteel hoofdstuk waarin hij, fictief natuurlijk, een tweetal tijdreizigers terugzond naar de oudheid om te onderzoeken hoe het nou was, hè, dat Romeinse verleden. Hoe zag dat er nou uit? Hoe leefden de Romeinen? Nu, we hebben natuurlijk geen tijdmachine. Maar hoe komen we dan aan kennis van het verleden? Dat verleden is weg. We kunnen het niet meer zien, het is verdwenen. We kunnen het niet waarnemen, maar het heeft sporen nagelaten. En die sporen, dat zijn de bronnen. En bronnen zijn sporen uit het verleden zelf, die ons informatie kunnen geven over dat verleden. En dat kunnen voorwerpen zijn, artefacten. Die worden vaak bestudeerd door archeologen. Maar voor historici zijn dat meestal teksten, documenten uit het verleden, die de basis vormen voor onze kennis van dat verleden. Het probleem is dat die informatie uit die bronnen vaak zeer onvolledig is, gekleurd, partijdig, onbetrouwbaar. Dus de onderzoeker moet de informatie uit de textuele bronnen kritisch beoordelen, de documenten bestuderen, daar de feiten uithalen en de informatie en vervolgens een zo coherent mogelijk beeld proberen te scheppen, een reconstructie maken van dat verleden, hoe het geweest is en waarom de dingen zo gebeurd zijn als ze zijn gebeurd. Heel vaak merk je echter dat op basis van dezelfde bronnen meerdere reconstructies mogelijk zijn. En dat leidt dan weer tot debat onder historici. Hoe doe je dat nu precies, dat historisch onderzoek? Wat ik zojuist beschreven heb is in een notendop het historisch onderzoek. Nou, hoe je dat doet, dat leer je in de studie geschiedenis. En dat gaat dan eigenlijk in het eerste jaar vooral over een hele reeks van vakken waarin je de basisvaardigheden leert van de historicus. De studie geschiedenis is een academische opleiding, dus je leert eigenlijk onderzoek doen naar het verleden, onderzoek doen naar de geschiedenis. Zoals je in alle universitaire studies onderzoek leert doen. Dat gaat in de eerste plaats om kennisverwerving, een reeks algemene opleidingsonderdelen, leiding en wijsbegeerte, historische kritiek, wereldgeschiedenis, literatuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis. Dat volg je samen met de andere studenten aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Je krijgt grote historische overzichtsvakken, chronologisch en ook per regio, historische praktijkvakken en historische teksten. En dat gebeurt in een semestersysteem, maar soms sommige van die vakken zijn ook jaarvakken. En meer in detail ziet dat dan al zo uit. De grote chronologische overzichtsvakken. We gaan van het oude nabije oosten via de klassieke oudheid naar de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd en de moderne en hedendaagse tijd. En in die vakken, dat zijn grote hoorcolleges waarvoor je ook een dik handboek moet bestuderen. Daarin doe je eigenlijk je basiskennis op van de geschiedenis. Basiskennis die je later weer nodig hebt om meer actief naar het verleden onderzoek te gaan doen. Je volgt natuurlijk ook een college over de geschiedenis van België. Wat logisch is in een universiteit in België zelf natuurlijk. Je moet ook de geschiedenis van het land waar je woont goed kennen. Belangrijker in dat eerste jaar zijn de zogenaamde historische praktijkvakken. Daar gaat het meer om het waarom. Historisch onderzoek, hoe doe je dat nou eigenlijk? Je volgt samen met alle eerstejaars geschiedenis een groot vak getiteld Inleiding tot het historisch onderzoek. Waarin je eigenlijk leert hoe je nu historisch onderzoek doet, hoe je daar ook verslag van doet. Hoe je een goed academisch paper vormgeeft. En dat ga je dan nog uitwerken in een module Historische Praktijk 1. En dat is een jaarvak. Dat vak volg je in het hele jaar. En je kan daarbij een keuze maken voor welke periode je dat wil doen. Voor de klassieke oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd of de moderne en hedendaagse tijd.
Samen met een lesgever, met een begeleider, een begeleidende docent, ga je aan de slag met bronnenmateriaal uit jouw periode rondom een bepaald thema. Je leert hoe je een onderzoeksvraag moet formuleren. Je leert hoe je die bronnen bij elkaar zoekt, hoe je die moet interpreteren, bronnenkritiek. Je leert omgaan met wetenschappelijke vakliteratuur. En uiteindelijk aan het einde van het jaar schrijf je zelf je eerste academisch, historisch, wetenschappelijke paper. Dus van bij het begin in die studie gaat het erom dat je leert hoe je onderzoek moet doen naar dat verleden. Je volgt ook een vak historische teksten, bestaande uit twee modules. Je leert lezen en omgaan met bronnen in het ouder Frans, van de 15e tot en met de 20e eeuw. Veel bronnenmateriaal voor de geschiedenis van de Lage Landen is natuurlijk in het Frans. Dus daar moet je mee leren omgaan. En daarnaast kies je nog een andere module waar je bronnen leert lezen en analyseren in het Oud-Grieks of in het Latijn. En daar wordt enige voorkennis verondersteld. In het oudere Nederlands of in het ouder Engels. Je mag zelf de module kiezen die je daar wil gaan volgen. Ook een vak waarbij je belangrijke vaardigheden opdoet voor het analyseren van bronnenmateriaal. Wat doe je dan eigenlijk de hele dag als je geschiedenis studeert? Nu, je volgt hoorcolleges en werkcolleges, dus lessen en oefeningen, zoals zojuist omschreven. Daar ben je een deel van je tijd mee kwijt, maar een groot, misschien wel groter deel van je tijd ben je eigenlijk kwijt aan zelfstudie. Het bestuderen van de handboeken en de cursussen die horen bij die lessen, bij die colleges. En daar moet je eigenlijk een flinke mate van zelfdiscipline voor opbrengen. Daarnaast moet je voor vakken als historische praktijk 1 zelf bronnenmateriaal gaan opzoeken in bibliotheken en soms ook al in archieven. Je moet ook vakliteratuur opzoeken en interpreteren. Je moet essays schrijven, dus je moet schriftelijk verslag doen van je onderzoek en ook mondelinge presentaties geven. Dus een flink deel van de activiteiten die je ontplooit zijn eigenlijk zaken die je zelf moet doen. En je moet ook zelf je eigen rooster en werkrooster inplannen. Wat moet je kennen en kunnen om geschiedenis te studeren? Nu, sterk aanbevolen is, behalve een goede actieve en passieve kennis van het Nederlands natuurlijk, is kennis van het Engels, het Frans en in mindere mate het Duits. Met name omdat sommige handboeken en ook vakliteratuur waarvan je gebruik maakt in die talen zullen zijn. Het Engels in het geval van handboeken, Frans en Duits in het geval van vakliteratuur die je soms moet raadplegen. Nuttig, maar zeker niet noodzakelijk en vooral handig voor de vroegere perioden, klassieke oudheid, vroege middeleeuwen, met name ook in de master, is enige kennis van het Latijn of het Oud-Grieks. Zeker niet in de bachelor. In de bachelorvakken over de geschiedenis van de klassieke oudheid worden alle bronnen in moderne vertaling, dus Nederlands, Engels, Frans, aangeboden. En dus je hoeft geen Grieks of Latijn te kunnen om vakken over de oudheid of de vroege middeleeuwen te volgen in de bachelor. Gedurende die bachelor, tijdens die bachelor kan je wel, als je in de oudheid zou willen specialiseren, de nodige kennis opdoen van het Latijn via bijscholing, bijvakken, zodat je in de master met onderzoek naar de oudheid aan de slag kan. Heel belangrijk is interesse in en enige aanleg voor diepgaande kritische bestudering en analyse van teksten, bronnen en vakliteratuur en ook daar schriftelijk en mondeling verslag van doen. De historicus is in zekere zin een detectieve. Je moet ervan houden om documenten te analyseren, te bestuderen, feiten bij elkaar te zoeken en die in een goede schriftelijke of mondelinge vorm te gieten. En natuurlijk ook fascinatie voor het verleden, belangstelling voor je studiegebied is heel belangrijk. Waarom zou je dan geschiedenis in Gent gaan studeren en niet elders? Nu, overal in Vlaanderen kan je een goede studie geschiedenis volgen. Gent heeft een aantal specifieke kenmerken, specifieke voordelen misschien. Een grote vakgroep met veel specialismen. We zijn met veel proffen, met veel assistenten. We kunnen bieden vakken aan over een veelheid aan perioden, benaderingen en regio's. En je kunt gedurende die studie steeds meer ook zelf je curriculum gaan samenstellen en vakken volgen die specifiek jouw interesse hebben. Gent kent een sterke vervlechting van onderwijs en academisch onderzoek. Dus alle lesgevers zijn meestal ook onderzoekers en hebben in verschillende vakken ook de kans om vanuit hun onderzoeksinteresse onderwijs te geven. Dus, en je wordt als student ook, je raakt ook betrokken bij het onderzoek dat jouw proffen voeren naar dat. Er is in de opleiding veel aandacht voor bronnenkunde, voor zoekstrategieën, voor onderzoeksmethoden. We hebben al gezien, van bij het begin word je eigenlijk opgeleid tot historisch onderzoeker. We zien dat terug in de historische praktijkvakken, in de heuristiekvakken, waar je gedetailleerde zoekstrategieën aangeleerd krijgt, in de methodevakken, waarin je verschillende
methodologieën aanleert van hoe je historisch onderzoek kan doen. Dus een grote nadruk op algemene onderzoeksvaardigheden. Materiaal zoeken en interpreteren, papers, essays en rapporten schrijven, presentaties geven, etc. Onze vakgroep heeft ook veel aandacht voor nieuwe benaderingen in de geschiedwetenschap en probeert ook die nieuwe benaderingen te integreren in het onderwijs. Een aantal zaken waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest en nog mee bezig zijn, zijn bijvoorbeeld ecologische geschiedenis. Dus de mens als onderdeel van het ecologisch systeem, ook in het verleden. De geschiedenis van gender, wereldgeschiedenis, dus mondiale processen. Publieksgeschiedenis, welke rol speelt historisch besef in de bredere maatschappij en hoe gaan we daarmee om? Toepassing ook van sociaal-wetenschappelijke theorieën in het historisch onderzoek is een typisch Gentz-kenmerk. Een kenmerk van Gentz onderzoek en onderwijs op het terrein van de geschiedenis. Er is een rijke onderzoekstraditie in Gent. De Gentse historische school van beroemde medievisten, beroemde middeleeuwse historici als Pirenne, Dont, Ganshoff, Verhulst. De Universiteit Gent is ook een grote universiteit met veel voorzieningen, ook in een bruisende stad. Dus zeker de moeite waard. Wat doe je na zo'n bachelor geschiedenis? Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan uiteraard de master geschiedenis gaan volgen. Die duurt 1 jaar. Je kunt ook, als je geïnteresseerd bent in een job in het onderwijs, na de bachelor de 2-jarige educatieve master geschiedenis volgen. Waarin je naast de normale vakken van de master geschiedenis specifiek een educatieve component krijgt. Dus pedagogische vakken en ook stages die je voorbereiden op een beroep als leerkracht. Je kan er ook voor kiezen om na de bachelor een master van een andere opleiding te gaan volgen. Vaak moet je daar dan nog een voorbereidingsprogramma bij volgen. Dat wil zeggen dat je een aantal vakken uit de bachelor moet opnemen van die studie waarvan je nu een master gaat volgen. Om je goed voor te bereiden op die master van die opleiding. Maar dergelijke combinaties zijn dus zeker mogelijk. Een master na master, een zogenaamde manama, kan ook. Voorbeelden zijn archivistiek, een interuniversitaire manama of meertalige bedrijfscommunicatie. Dus je kan ook na je master geschiedenis nog eens een andere, meer specifiek, meer beroepsgerichte master volgen. Uiteraard is er na de bachelor en de master ook de arbeidsmarkt. Geschiedenis is, zoals men dat wel noemt, een polyvalente opleiding. Je leert veel over veel verschillende aspecten. Zoals gezegd, in onze opleiding ligt veel nadruk op eigen onderzoeksvaardigheden. De vaardigheden die je opdoet als historisch onderzoeker. En die vaardigheden, dus de data bijeenzoeken, daar grote lijnen uit halen, die grote hoeveelheid gegevens verwerken, de rode draad erin vinden en daar dan op een gerichte manier schriftelijk of mondeling verslag van doen. Dat zijn vaardigheden die je eigenlijk in allerlei beroepssituaties goed weer kan gebruiken. Met een lelijke term heet dat wel transferable skills. Je leert de vaardigheden die je leert als onderzoeker, kan je later in allerlei beroepssituaties ook weer toepassen. We bieden ook stagemogelijkheden aan in de derde bachelorjaar en in de master, waar je alles van een bepaalde beroepscontext kunt gaan proeven. We weten ook, want we houden dat bij met de opleiding, via onze alumniwerking en via zelfreflectierapporten, dat een meerderheid van de afgestudeerde masters geschiedenis ook een job vindt, meestal op academisch niveau, binnen een aantal maanden tot een half jaar na afstuderen. Afgestudeerde geschiedenis worden zeker gewaardeerd vanwege die polyvalente achtergrond, vanwege die sterke onderzoeksgerichte achtergrond door de werkgevers waar zij terecht kan. Waar komen zij dan zoal terecht? Nu, dat is eigenlijk heel breed. Dat kan gaan om overheidsadministraties op allerlei niveaus, privéondernemingen in het bedrijfsleven, onderwijs buiten de universiteit, uiteraard. Geschiedenis is ook een schoolvak, maar het kan dan ook gaan om het volwassenenonderwijs bijvoorbeeld. Non-profit organisaties, social profit, onderwijs en onderzoek aan de universiteit, politieke kabinetten en partijen. Dus een heel breed scala aan beroepssectoren waarin afgestudeerde historici terechtkomen. Tot slot een paar aandachtspunten bij het maken van je studiekeuze. Dat is geen gemakkelijke keuze. Je moet daar goed over nadenken. Wees je bewust van het feit dat we een hoger onderwijs hebben met 2 sectoren. Hogescholen en universiteiten. Een hogeschool is een opleiding op hoog niveau die je voorbereidt op een specifieke beroepssituatie. Dus een hogeschoolopleiding is een beroepsopleiding. En gericht op het uitoefenen van een bepaald vak. Universitaire studies zijn
geen beroepsopleidingen, maar academische studies, waarin je eigenlijk een aantal jaren meedraait in een wetenschappelijk vakgebied en leert om onderzoek te doen in dat vakgebied. Sommige van die studies hebben een duidelijke maatschappelijke toepassing, de rechten bijvoorbeeld, de geneeskunde, maar heel veel hebben dat niet. Veel universitair afgestudeerden komen uiteindelijk te werken in een job op academisch werk- en denkniveau, die inhoudelijk niet zoveel met hun studie te maken heeft, maar waarin ze wel de vaardigheden die ze geleerd hebben als onderzoeker aan de universiteit kunnen toepassen. Een universitaire studie is veeleisend. Je moet er hard voor werken en je moet er ook heel veel zelf hard voor werken. En ook best zwaar, ook psychologisch zwaar. Dus houd bij de keuze van je studie zeker en vooral rekening met je eigen interesse en fascinatie voor een bepaald studieonderwerp. En we weten dat intrinsieke motivatie, die voortkomt uit interesse in en fascinatie voor je studieonderwerp, dat de beste garantie is voor studiesucces. En dus denk niet louter alleen maar in termen van, met die studie kan ik die bepaalde job krijgen. Denk ook vooral, wat interesseert mij, wat boeit mij, waar zou ik mij 4 jaar lang, dag in dag uit, mee kunnen bezighouden. En waar zou ik hard voor kunnen werken. En zonder dat mij zou frustreren of zou gaan vervelen. Denk na over de arbeidsmarkt, uiteraard. Maar kies in de eerste plaats wat je boeit. Dat is een heel belangrijke boodschap die ik tot slot zou willen meegeven. Nu, mocht je na afloop van dit filmpje nog vragen hebben over de studiegeschiedenis aan de Universiteit Gent, stel ze dan zeker per e-mail aan mij, Arjan Zuidroek, voorlichtingscoördinator geschiedenis. En uiteraard kan je je vragen ook stellen op de infodag van de faculteit.